augustus is het filmzomer bij Wennekers Cinema. Gedurende 4 weken is een van de meest populaire films van het afgelopen seizoen gekozen via de publiekspoll te zien, alsmede een nieuwe film. In het eerste weekend staan de films Marjorie Prime en Loving Vincent op het programma. Marjorie Prime is zaterdag om 8:30 te zien in zaal 2. In deze film staat het begrip kunstmatige intelligentie centraal. Loving Vincent, de keuze van het publiek, is zaterdag om 9:00 te zien in zaal 1. In deze eerste, compleet geschilderde speelfilm ter wereld gaat Armand Rolin, de zoon van de postbode van Vincent van Gogh, naar Auvers om daar het mysterie rond de dood van Vincent van Gogh te ontrafelen. Zaterdagavond is het tweede summer event op het plein voor Euroscoop op Schiefesten. Dit keer treedt de Avro Fusion Band Makali Sounds op. De muziek start om 7:00, de toegang is gratis. Zondag is er op het Broersveld, het land van belofte en het Stadserf, een grote Luikse vlooienmarkt en een braderie. De koopjesjagers kunnen vanaf 10:00 hun slag slaan. Daarnaast is het Koopzondag. Vanaf 12:00 kunnen kinderen in winkelcentrum De Nieuwe Passage langskomen om hun zonnebril op te pimpen. Zondag organiseert circusschool Hannes & Co. een circusmiddag op het plein voor Euroscoop. Vanaf 1:00 zijn er allerlei activiteiten die te maken hebben met het circus. Om 4:00 is er live muziek te horen waarbij je lekker kunt loungen op je strandstoel. Beide evenementen zijn gratis te bezoeken. In het Stedelijk Museum Schiedam is het komende zondag Slow Art Zondag. Samen met een museumdocent kun je op pad gaan. Zo kun je langzaam de geheimen van het kunstwerk ontrafelen. De gratis rondleidingen, exclusief entree, beginnen om 2:00 en 2:30. In de Drie Maassteden aan de Voorberglaan treedt zondagmiddag zanger en entertainer Arturo op. Hij heeft een speciaal programma geselecteerd met liedjes van vroeger. Het optreden begint om 2:30, de toegang is gratis. Zondag is er een nieuwe Sunday in the City. Er zijn dit keer optredens van Lost and Found en The Mental Firecrackers. Vanwege het mooie weer zal deze Sunday in the City plaatsvinden in de tuin van de Grote Hof Sint-Janskerk. De gratis toegankelijke muzikale middag begint om 4:00. Maandag start de nieuwe week van het Kids Bouwdorp in Sportpark Willem-Alexander. In deze 4e week van de zomervakantie staat de dierentuin centraal. Je kunt elke werkdag van 10:00 tot 3:00 lekker komen bouwen, timmeren en zagen. De toegang bedraagt €1 per dag. Maandagmiddag om 12:00 worden in de stad weer de sirenes getest. Direct daarna begint in inloophuis De Wissel de sirenedienst. Dit is een kort middaggebed waarin wordt stilgestaan bij alles wat de wereld bedreigt, maar ook bij wat hoop geeft op vrede en samenwerking. Leider van dit middaggebed is Paul van Mansum. De bijeenkomst aan het Broersveld 123b begint om 12:00. Dinsdag is het op het vakantieterras in Schiedam-Oost tijd voor sprookjes. Iedereen is welkom om sprookjes mee te beleven of bijvoorbeeld de waarzegster te raadplegen. Er is zelfs een zwevend orakel. Het vakantieterras aan het Van het Hofplein begint om 1:00. Woensdag treedt de Engelse band Simple Harmonic Motion op in de Grote Hof Sint-Janskerk. Hun muziek is een spannende mix van stijlen, puttend uit een verscheidenheid van stijlen. De band gaat in Schiedam muziek spelen van hun debuutalbum Tone Poems, dat gebaseerd is op hun interpretatie van de gedichten van Keats. Ook spelen zij stukken van hun album Interludes dat afgelopen najaar uitkwam. De kerk gaat open om 8:00, het concert begint om 8:30. De toegang is vrij, na het concert is er een collecte bij de uitgang. Woensdagavond is er zomeravondvoetbal voor meiden bij PPSC. Alle meiden van 7 tot en met 17 jaar zijn in de zomervakantie van harte welkom om een balletje mee te komen trappen. De inloop is vanaf 6:30. Donderdag komt de voorleesbrigade naar het sportpark Willem-Alexander. Ze lezen mooie en spannende verhalen voor. De voorleesbrigade is van 4:30 tot 5:00 op het sportpark. Vrijdag is in de bibliscoop, dat is de bios in de bieb, de film Coco te zien. De film gaat over Miguel, een enthousiaste jongen van 12 jaar die in Mexico woont. Hij droomt ervan om een succesvol muzikant te worden. Ondanks dat muziek al generatieslang uit zijn familie wordt verbannen, is het Miguel's grootste droom om net zo groot te worden als zijn idool, Ernesto de la Cruz. De film begint om 2:00, de toegang is gratis.